Als de Alphense politiek geen scherpe keuzes gaat maken, koerst de gemeente Alphen af op een tekort van 4 miljoen euro in de begroting. Met die waarschuwing komt wethouder Kees van Velzen van Financiën. Met name de explosief gestegen bouwkosten zijn een probleem. En dat betekent dat sommige nieuwbouwwensen en onderhoudsplannen uitgesteld gaan worden. Als we de goede keuzes maken, ook durven zeggen van nou, dit wacht dan maar 2 jaar. Of dit komt nog wel, maar dat gaan we nu nog niet oppakken. Dat moet over een jaar of 5, 6 wel worden opgepakt. Dan geef je jezelf wat ruimte. Daarnaast staan er allerlei ambities in het coalitieakkoord. En niet alles is per se op korte termijn noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een weg die over enkele jaren aangelegd moet worden als de nieuwe woonwijk in de Gnephoek of de Noordrand gebouwd is. Dit soort pro-memorie-kosten, ook wel PM-kosten genoemd, zijn geschrapt. Je weet wel dat die komt, maar je moet gewoon weten om wat voor bedragen het gaat. Je moet de basiskeus hebben. Gaan we nu in de Gnephoek bouwen of gaan we nu aan de Noordrand 1 bouwen? En wat gaat eerst, zolang je dat niet weet, neem dat dan even terug. En ga dat nu niet op PM zetten en ga het al helemaal niet met geld invullen. Want je weet gewoon nog niet waarvoor je spaart. Wethouder Van Velzen zegt op die manier te kunnen voorkomen dat Alphen ook daadwerkelijk 4 miljoen euro per jaar tekort gaat komen in de begroting. Maar het is scherp aan de wind. Want de tijden dat we als gemeenten toch wel even ruim in de middelen zaten, dat was 2 jaar geleden zo. Toen kwam dus die hele economische ontwikkeling eroverheen met die bouwkosten. De ambities van het college en de nieuwe woonwijken gaan bouwen maakt wel dat we de komende jaren heel goed naar ons geld moeten kijken. En om toch nieuwe plannen uit te kunnen voeren, wil de gemeente Alphen structureel 2 tot 3 miljoen euro per jaar bezuinigen. Met dat geld kunnen nieuwe plannen dan alsnog gerealiseerd worden. Uit welke posten in de gemeentebegroting dat geld vandaan gehaald gaat worden, weet wethouder Van Velzen nog niet. Moeten we dan denken aan nieuwbouwprojecten? Moeten we dan denken aan misschien wel de ambtelijke organisatie? Moeten we denken aan organisaties in Alphen die subsidie krijgen? Nou, laat ik beginnen ook daar gewoon duidelijk te zeggen, ook de eigen organisatie. Als je buiten roept iets komt later of doen we niet, omdat we even heel goed op het geld moeten letten, moet je ook bereid zijn om te zeggen aan de binnenkant voelen we dat ook, want daar doen we misschien ook iets niet. Deze bedragen van die 2 miljoen euro voor de komende 2 jaar zijn niet bedragen waardoor er in één keer totaal andere dingen gebeuren buiten. Nee, dat zijn echt de wat kleinere dingen die bij elkaar zo 2 miljoen opleveren, denk ik.